Maar we gaan eerst die middels ertussen uithalen. En dat is ook één met de balans van de boot te maken. Je kunt alles eraf pakken, maar dan keep het jong. Dus dat voelt ook niet. Dus als een paar mensen dat die middels eraf willen pakken, dan geven we zo even door. En dan lopen jullie achter mij aan en dan laat ik wel even zeggen van waar ze moeten liggen. Goed? Nou, de hulp van de junior race is natuurlijk ontzettend groot. Ten eerste zeg maar, je wilt gewoon dat de volgende generatie ook de natuur weer omsluit, zeg maar, omarmt. En daar heb je junior races voor nodig. De jongens die leren spelende wijze, de meisjes uiteraard, leren spelende wijze omgaan met de natuur, maar ook hoe het beheren. Het is niet alleen genieten of rondbouwen in de natuur, het is ook handen uit de mouwen steken. Ja, en dat doen ze hier. Ik moet dit hier. Leg neer, joh. Leg neer. Waarom ben je junior ranger geworden? Ja, ik zat eerder op de jeugd natuurclub en vond het hartstikke leuk. Daarom ben ik ook nog even verder gegaan. Ja, ik ook heel veel van dieren. Laten we op zien dierenarts worden of iets in de natuur doen. Ja? Ja. Het is vooral heel erg leuk, zeg maar, met de mensen die hier bezig te zijn. Ja, ik moet nu wel doorlopen, want anders zak ik dadelijk in de kracht, hè. Dat zak ik langzaam weg. Kan dan hier zo.